Yo gasten van Veldux en welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag ga ik echt misschien wel het gevaarlijkste doen uit mijn hele leven. We gaan vandaag op zoek naar wilde zwijnen in een spookbos in Duitsland. Het schijnt dat hier echt heel veel wilde zwijnen rondlopen. Of nou ja, het schijnt, die zijn er eigenlijk al heel veel gezien. En die kunnen je zomaar gaan aanvallen. En daar gaan we vanavond naar op zoek. We zetten ons tentje natuurlijk neer, we gaan weer overnachten. En het wordt fucking eng. Het is nu nog licht, maar wanneer het donker gaat worden gaat het hier echt... Spoken, ja, heel eng worden. Dus doe even om mij te steunen. Blauw duimpje omhoog. En natuurlijk een leuke reactie. En dan zou ik zeggen, laten we beginnen. We zijn in Duitsland en nog voordat we het bos gevonden hebben, zien we hier een fucking bunker staan. Dus we zouden voor elke zien zijn als we natuurlijk even kijken gaan nemen. Dus kom mee. Ja, hoe lang gaan we nog doorlopen hier? Daar kom ik toch niet allemaal. Nou, dan moet je bek houden. Nee, het is helemaal geen ingang hier. Nee, het is geen ingang hier. Het is wel super vet, jongen. Kan je daar opklimmen misschien? Nee, dat zou ik niet doen. Zou ik eigenlijk niet doen. Oké, we hebben de ingang van het bos gevonden. Dus de hel gaat beginnen. Hey jongens, we zitten nu echt gewoon midden in het Reichswald. En dit is DJ. Hoi. Is een goede vriend van ons. Hij woont hier echt een half uurtje vandaan in Duitsland. Zij komt hier even mee chillen. En we gaan eerst een tentje opzetten, want nu is het nog licht en nu kan het nog. En ik denk dat we vanavond even verder het bos gaan om de zwijnen op te zoeken. Zeker. We moeten echt gewoon een open plek hebben ofzo. Ja, precies. We gaan hier helemaal langer met de kut. Is dit goed? Ja, we gaan hier wel een tent. Ja, is dit wel gelijk? Ja, toch. Gewoon die plak een beetje weghalen. Ja, precies. Ja, dat is prima. Kan dat hier? Nou, ik denk het wel. Ik ben geen expert op grond, maar ik denk gewoon wel. Een beetje zo aanstampen zo. Ik denk serieus dat we nu al gewoon een perfect plekje hebben gevonden voor een tent. Prima. Dus En met een bankje erbij. Yo gasten, het is middernacht en we staan hier in het bos. En het is fucking eng hier. Ja, ik zie gewoon helemaal niks. En ja, we gaan nu op zoek naar zwijnen. Ik hoop dat we ze vinden. Holy shit, man. Het zou dus ook gewoon bij ons kunnen gebeuren. Weet je wat fucking kut is? Elk punt, maakt niet uit waar je gaat of staat, er kan er gewoon overal een zwijn staan. Misschien staat hij daar wel. Precies. Ja, nee, maar het is serieus. Het is gewoon eigenlijk zo fucking regen voorbij de ding. Ja, maar het is gewoon zo creepy voor overal kan het gaan staan, weet je. Gaan we nou naar links of naar rechts? Wat willen we doen, jongens? Ik zeg rechts. Ik zeg terug de tent. Zeg jij de kant? Ja, ik zeg rechts. Donker? Ja, precies. Naar links. Nee, jongens. Naar beneden, naar beneden. Dude, nee, even serieus. Dit is echt gek. Kijk alsjeblieft aan het licht. Oh my gast, dat is fucking sick, man. Wat? Oh mijn god, gast, kijk dit. Holy shit. Nee, flikker op, vriend. Dat kan. Ik dacht dat het onbehaald was of die graaf in het bos. Oh, dat straks staan we gewoon op de lijn. Die ligt natuurlijk ook weer. Wij komen hier. De rust gaat open, we hebben helemaal niks hoor. Wij geloven dat verhaal eigenlijk helemaal niet. En dan zie je opeens dat. Dan denk je echt. Ja, het is wel leuk om in de camera te zeggen dat het spookbos is, maar diep van binnen weet iedereen natuurlijk gewoon dat de spoken niet bestaan. Het is gewoon hartstikke veel. Kom hier en er staat een fucking graf in met een doodshoofd erop. Dat is echt, gaat nergens. Ik heb nog steeds gewoon fucking kippenvel. Dat is echt niet normaal. Alles staan. Dat is echt niet normaal, man. Het gaat nergens op. Ik heb er ook gewoon koud ervan. Ja. Dat slachtoffer. Ja. Ik wil gewoon naar de tent. Ja. Ja, maar aan de andere kant wil ik gewoon wel een fucking zwijntje zien. Ik wil een zwijntje vanavond. Van afstand. Ja, tuurlijk. Een stuk bij.
We zijn dus serieus in Ede, daar heb je zo'n hele heide en daar hebben twee mensen zijn er gewoon overleden door fucking zwijnen. Jezus. Van die stieren zeg maar, of van die poten die erin knallen. Kijk dan, als er op de boom schijnt, dan komt het lekker. Boom. Zie je dat daar? Ja! Het gaat nergens over. Oké, daar gaan we nu in. Nee joh. Wat is eigenlijk... What the fuck? Stukje papier. Hou erop. Zit serieus met iets erop gedacht. Het is weer kaats. Het is helemaal groen al. Maar dat is zo... Oh, is voor fietsers denk ik. Voor mountainbikers. Dat hij niet de boom afvliegt. Oh, ja. Nou, dan hebben we dat mooi voor ze verpest. Oh, mijn god, water. Oh, shit. Oh, het is hier al. Gast. Nou, ik hoorde net een zieke toeter. Ja, of niet? Ik hoorde hem ook al. Wat? Hoor dan, autogeluid. Ja, nee. Je hoort gewoon rijden. Weet je wat ze zeiden over die zwijnen? Dat die vooral langs de wegen zijn, aan de bosranden. We zitten nu serieus aan de kant, aan de bosrand. Plus de weg hier. Oké, okay, doe het. Als we een zwijn vanavond willen vinden, moet het gewoon hier langs, hier ergens zijn. Oh, honger. Ja, laten we naar weten. Dat is hier op de 70. Ja. Ziekenboek. 100 euro, 100 van hier, 20, 30, 30. Ja, 30. Gast! Wat? Gast, nee. Holy Ik heb het gehad. Ik ga nu naar die fucking tent. Fucking flikker op. Serieus. Hey, hier rennen. Jongen, die wel. Ja, nee. Fucking kill. Fucking kill. Oh, waar moeten we? Hoe die laatste op de hele kip gehaald? Hier, zal ik die fucking camera uitzetten? Ik ga weg. Oh, mijn knie. Blijf gaan. Goed. Kom! Fuck dit! Doorlopen! Ik weet de weg niet meer terug naar de tuin. DJ, fuck op! Nee, even serieus! Nee. Ik weet de weg echt niet meer terug. Het was sowieso ergens naar boven, want we zijn nog, we gaan hier naar beneden. We lopen nu naar boven. We lopen goed. Nou ja, ik weet niet. Volgens mij is het nog weer naar rechts. Dus zullen we gewoon onze ouders wel bellen? Nee, want dit is de rechtse weg, maar we zijn nog. Nee, dit was de splitsing. Zijn we toen naar links of rechts gegaan? Links toch? Nee. Nee, wacht, we kwamen vanuit hier, want anders zouden we. Oh mijn god, even serieus, je clown, gasten. Ja, echt. Nee. Man, dit zit gewoon hier in het bos. Kom, ga fucking naar wat huis. Nee, dat heeft gewoon. Nou, waarom staat het hier dan? Fucking of het is echt, of nee, gewoon... Wat is het? Die clown is, het is gewoon een masker met een fucking mes. Zag je dat mes erin, hè? Ja, of niet. Zag je, maar zag je dat serieus? Ja, ik zag nee. Stoet dat geluid, hè. Jongens, ik ga zo luisteren. Fuck jou, DJ. Echt serieus? Ja, jij woont hier fucking in Duitsland, wij moeten nog kut overnacht in de tering. Ja. Zag je dat fucking mes in de voorhoofd staan? Zag je het echt? Ik weet niet of ik... Ik weet niet of ik het goed heb gefilmd. Kijk het ik was terug. Een beetje in paniek. Ja, en dat was eigenlijk het laatste moment dat we gefilmd hebben. Nadat we weggerend waren, waren we echt zo fucking bang. We waren verdwaald in het bos en... Ja, dat clownmasker met het hoofd erin. Ik krijg nog steeds serieus kippenvel als ik eraan denk. En we hebben gewoon helemaal vergeten om nog verder te filmen. En waren er ook helemaal klaar mee. We waren echt super bang. Ik ben echt oprecht nooit zo bang geweest als toen. En... Ja, sorry voor het niet afmaken, maar dit was zo eng. En ik hoop dat jullie daar ook even een blauw duimpje op deze video achterlaten om ons even te steunen. Want dit is gewoon echt gewoon te ziek. Ook wil ik jullie vragen of jullie een idee in de comments willen achterlaten voor wat andere video's. In plaats van alleen maar spanning en inbraakvideo's, ook gewoon even wat, ja, wat andere video's. Hebben jullie een idee of zo? Ik wil binnenkort sowieso even gaan skydiven, lijkt me super vet. Maar laat het gewoon even achter in de comments. Laat ook een leuke reactie gewoon achter, überhaupt. En... mocht je denken, waarom heb je dit fucking ding aan? Die is van mijn vriendin, dus die heb ik zelf niet gekocht. Maar ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat dus even een blauw duimpje achter. En tot de volgende zondag.
Good.